Ik ben Caroline van Bierbliet en ik vorm samen met Stefanie Breuge het Kortrijkse architectuur- en interieurbureau Clarté Architecten. Clarté is geïnspireerd op het Franse woordje clarté en weerspiegelt onze visie en filosofie. Ons werk is in feite een zoektocht naar helderheid, zuiverheid en transparantie. Wij starten altijd vanuit een zeer grondige analyse van alle aspecten van een bouwproject. Wij creëren daaruit een krachtig concept. Dat is vooral gebaseerd op functionaliteit, ruimtelijkheid, veel licht, duurzaamheid. En eens we dat concept hebben, proberen we dat te vertalen naar een eenvoudige vormtaal. We hadden de opportuniteit om deze site te kopen. Het was een leegstaand pand in het centrum van de stad. En wat heeft er ons vooral gecharmeerd is het karakter van het pand, dus het feit dat dat een leegstaande fabriek was en de mogelijkheden dat we daarin zagen om zowel woning als kantoor daarin te huisvesten. Het uitgangspunt is altijd geweest, het was een fabriek en die sfeer wilden we bewaren. Dus in feite bepaalt het pand het karakter van het project. De site bestaat uit een directeurswoning aan de straatkant en achterliggend in het midden van een bouwblok waren daar verschillende fabriekspanden. In feite, die fabriekspanden waren te groot om als woning te gebruiken, dus we hebben beslist om een aantal panden daarvan af te breken om buitenruimte te creëren. En dan is het concept gegroeid van wij creëren twee patio's en die positioneren wij in die grote ruimte. En die patio's organiseren en breken de ruimte. Dat maakt dat de verschillende leefruimtes, dus de keuken, de living, de eetplaats, nog een bureauplek, zijn allemaal aparte plekken, maar lopen wel vloeiend en naadloos in elkaar over. De slaapkamers en de technische ruimtes vergen geen dergelijke hoge plafonds zoals bij een fabriek gebruikelijk is. En daarom hebben we beslist om die in een lager volume te huisvesten. We hebben een L-vormig volume rond die grote hal geplooid. Uit de afbraak van een van de gebouwen op de site hebben we de bakstenen gerecupereerd en hebben we daarmee dat volume hermetst. Dus de originele stalen spantenstructuur vonden we echt de moeite om te behouden. Die bepalen heel erg sterk de sfeer en de ruimtelijkheid van het pand. Het dak bestaat uit sandwichpanelen. De onderzijde daarvan zijn OSB-platen. En de warmte en textuur van die OSB laten we gewoon in het zicht. In alle ruimtes hebben we dezelfde vloerbekleding. En die vloertegels refereren naar de vroegere fabrieksdallen die er ook lagen in een van die panden. De raamkaders zijn uit afzelia, uit hout gemaakt. En die passen wonderwel bij de warme textuur en kleur van de vloertegels. Alle technieken, alles van ventilatiekanalen, hebben we bewust in het zicht gemonteerd. Het volume is aan de buitenzijde volledig ingepakt met zinken golfplaten. Het zijn die golfplaten die ook terug refereren naar de fabriekssfeer. Voor ons is het niet enkel in dit project, maar in alle projecten van belang dat bouwen iets is voor en door mensen. Als je goed en op een leuke manier samenwerkt, het is dan pas dat je tot een goed resultaat komt. En het is net daarin dat voor ons de uitdaging, maar ook plezier ligt als architect, als we daarin slagen.